We hebben het nummer van Moesting net gehoord. Het is de allerminste inzetting waar we ons voor moeten schamen. Dat is in het verleden vaak anders geweest, dat weten wij ook wel natuurlijk. Het is een heel sterke song. In de laatste minuut blijf ik in alle eerlijkheid een beetje op mijn honger zitten. Dus daar moet de act visueel echt wel heel sterk uit de hoek gaan komen, om dat lied in die minuut ook mee te opvallen en eruit te springen op dat podium in Malmö. Maar behalve dat, zeer goed gedaan Moesting en Pia als RTBF. We mogen niet trots op zijn. Ik heb het liedje van Moesting net gehoord. En ja, ik moet zeggen, het is België dat terug een beetje aan de mysterieuze kant gaat. Van Blanche, van Loïc. Een beetje Jeremy zit er ook tussen. Het begint heel klein. En aan het einde toe breekt het volledig open, heel krachtig. En ik heb vooral duidelijk dat er volgens mij heel wat potentieel in zit om te tonen op het Songfestival een groot podium met het beste licht, met de beste ledwalls. Kan België echt wel uitspringen. En als je weet dat de andere liedjes die er nu zijn, goh, niet zoveel soep zijn, dan zit het volgens mij wel goed voor België. Super positief verrast. Het nummer begint heel ingetogen, maar dan breekt het helemaal los. Ik denk, hij kan daar ook echt zijn vocale kwaliteit tonen. Als hem live heel sterk zingt en die acte dan nog eens bij, kan dat wel een grote verrassing worden. Dus ik ben van. Ik vind het nummer echt een powerful, sterk nummer. Kijk, de kippenvel als het hoort, het zingt heel mooi, krachtig. En ik ben heel benieuwd naar de stage. Ben ik heel benieuwd naar. Ja, wij komen net buiten en het was super cool. Ik ken die mensen totaal. Ik ben er nu al fier op. Ik denk dat we het keigoed gaan doen. Het nummer klopt helemaal. Ik denk dat ook de Moestingkaart klopt. En ik ben super benieuwd naar hoe dat ze het verder gaan opentrekken. Hoe dat er bereikt wordt, hoe dat ze de staging gaan doen. Ik denk dat er heel veel licht gaat voor gebruikt worden. En ik hou van licht. Dus voilà, check. Het begint heel zachtjes, maar je voelt zo een soort van bijna hartslaggewijs. Er gaat iets komen, er gaat iets komen. En dan ineens worden bijna, voelde gewoon het koor rondom u. Het is een heel krachtig lied en ik ben heel benieuwd hoe dat dit er gaat uitzien in Zweden, want het gaat fantastisch zijn. Het komt keihard binnen. Er zit zo'n mooie build-up op dat je eigenlijk al bijna ziet hoe dat er op een podium gaat uitzien. Maar ik denk dat het nog straffer wordt als het echt op een podium live wordt gebracht. Ik kijk er keihard naar uit. Wat ik ervan vind is eigenlijk, het lied begint zo heel traag en schattig en dan ineens begint het zo bombastisch en wauw. Ja. Ik moet het echt horen en denk het podium zelf, dat ik later ga zien bij Eurosong zelf. Ik denk wel dat het bombastisch gaat zijn en onze stempel gaan kunnen doen. Ik vind het een perfect typisch Eurovisie Songfestival nummer eigenlijk. Het start heel stilletjes en dan bouwt het op en dan explodeert het helemaal. En ik ben wel heel benieuwd wat hij ermee gaat doen op het podium met de lichten en met de hele visual. Oké, ik vind het super mysterieus. Maar ook wel goed opbouwend liedje. Ik denk dat het gaat knallen. Ja, alles dan een beetje afwachten van de staging natuurlijk. Maar op Kees zegt, de luisteraar is eigenlijk een beetje emotioneel. Ik denk dat het super goed gaat zijn. Daar hebben we alle vertrouwen in. Yes. Go, go, go. Ik vind het een fantastisch liedje. Ik wil het nog heel tijd opnieuw luisteren, wat ik bij heel andere landen niet echt heb. En met de goede staging en je gaat het super goed. Ik zie er eigenlijk de vijf eindigen. Ik moest dat eigenlijk niet zeggen over je eigen land, maar ik moest dat kunnen. Ik stem op mijn eigen land. Ik heb dat nog nooit gehad. Ik ben heel gekomen van België, als bij de week. Dus dat gaat goed zijn. Goed.